Rachel Profit 600. De Korg Poly 800. DX7 van Yamaha. Dat is een speciale versie met de hout erop. Waar er maar één van is in de hele wereld. Roland Juno 60. Korg MS20 uit Japan. Roland Jupiter 8. Dit is de Prestige synthesizer. Korg MicroStation. Met hele leuke toetjes. Joystick. Die is ook heel licht. TR-808 drummachine. Deze is gesigneerd door de Egyptian Lover. Met een gouden piramide. Ik ga nu een track maken met deze vooral Roland apparatuur. De basdrum. Die kan je dan langer zetten als je wil. Dan kunnen we wat hi-hatjes erbij doen. Doe ik nu die sequencer programmeren, dan druk ik op write en dan weet ik veel, doe maar wat randoms. Kijk hoor, kijk of dat klinkt. Van deze Jupiter 4 bij. Even kijken of dat daarbij past. Nou, dan heb je dit op de stem een vrij matige track. Zo gaat dat dan in zijn werk soms. En, als je met dit soort apparatuur werkt, zeg maar. Het is leuk als je bijvoorbeeld plantjes in je studio neerzet en een beetje gezellig aankleedt. Want ik zie vaak heel veel studio's die er ontzettend saai uitzien met allemaal. Een soort saaie meubels en dan alles oninspirerende studio's. Er is meer dan synthesizers alleen die zeg maar je muziek vormen in de studio of zoiets. Ik weet het ook niet. Bijvoorbeeld ook bepaalde magische rituelen